Goedendag allen en welkom bij Leer Duits met Roland. In dit hoofdstuk gaan we het hebben over het voorzetsel aus in het Duits. Overigens, dit is overigens hoofdstuk nummer 4. Sorry dat ik dat niet, en dat is niet gemeend. Sorry dat ik dat niet ingetypt heb. Hier even een doorteken, een 4, sorry. En goed, en ja, we gaan iets verder in het Duits. We maken het vanaf hier iets lastiger. We hebben het dus over de voorzetsel aus. Ja, en wanneer gebruik je het dan? Hè? Nou, ja, meestal in de van wanneer je ergens vandaan komt. Bijvoorbeeld, ich komme aus Deutschland. Ich komme aus Deutschland. Ich komme aus Deutschland. En hier de aus. Letterlijk op zijn Nederlands zou je kunnen zeggen, letterlijk op zijn Nederlands betekent dit, ik kom uit Duitsland. Het zou je kunnen zeggen. Maar meer correct Nederlands is het om te zeggen, ik ben van Duitsland. Ander woord hebben we bijvoorbeeld aus dem Wald. Het betekent uit het bos. En hier kun je de zin wel wat letterlijk nemen. Aus dem Wald, aus dem Wald. Het kan zover ik weet ook in het bos betekenen. Of van het bos. Dus. Aus. Dus. Ja, ook. Maar als we zeggen van het bos, dan ook aus. Dus. Het eigenlijk wat zeggen is dat, wat is dat het voorzetsel aus niet alleen uit betekent. Aus betekent ook echt uit. Dus. Ik ben draus, ik ben eruit. Maar aus, je betekent dus ook het voorzetsel van hem. Oké, dat was dan weer deze Duitse les voor vandaag. Bedankt voor het volgen van deze les en auf Wiedersehen.